Welkom terug. Hey. Het feestje. Wat is er? Yes! Gefeliciteerd, hè? Hallo, hè? Hé, jongens. Je was niet genomineerd. Nee, maar ja. Het spijt me. Niet genomineerd, hè? Ja, maar ja, toch lief maar dat je ik moet komen en... Jullie hadden al een tulp natuurlijk, hè? De Kalonie Rene en Rudolf Tulp. Ja, ja. Maar waar lijkt dit op? Zeg op een maar? Roos. Een oranje dit roos. Dit zijn de Kalonie Rene en Rudolf natuurlijk. De speciale jubileum live in Cooking Roos. Even goed, echt waar. Mooi, hè? Even goed bekijken of het lukt. En weten ook dan wanneer dat komt en zo. En wanneer dat is allemaal... Is het echt de officiële ja. live in Cooking? Ja. Nou, Imka, Rudolf, kom er eens bij, want we moeten het feest. Ik wil hem al aan Imka geven. Ja, nee, zo gaat dat natuurlijk. Oh, nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk. Jim, het is toch zo dat wij ze dan officieel moeten dopen, deze rozen? Doe dat maar, ja. Zijn het najaar te kopen, overigens? Bukken! Najaar. Oeps, nou, daar komt-ie. Najaar te kopen. Ik doop hierbij deze rozen tot... Oh, schudden. Tot live in Cooking rozen. Nou, dit is dat. Prachtig. Oh ja. Als dat niet chic is. Ja. Hey Jim, gaat het goed met je? Het gaat goed. Ja, ja. Ja. Want zing je nog en zo. Oh, dankjewel, Rudolf. Komt er een nieuwe CD? Wat is het? Ja, komt na de zomer komt mijn nieuwe album en de single zijn we nu mee bezig. Het is een harde wereld, maar you survive. Ja. Ik survive. Ga lekker zitten. Heb jij gegeerd bij Live & Cooking de afgelopen jaren? Ik zat net die fragmenten terug te kijken van, dat, van die, met die gadgets. Ik lag echt naast de bank, zeg maar. Nou, was dat tijdens de gadgets en dan gebeurt er wel eens wat inderdaad. Maar ook gedurende het programma doen wij af en toe... Een beetje raar. Ik jij vooral. En jij niet toe aan vakantie? Altijd. Ja, dat dacht ik al. Hè? Het is aflevering, wat zitten we jongens? 30, hè? Nou, het voelt als 55. Mag je eerlijk weten. Ja, echt waar? Ja, mag je eerlijk weten. En waar wil je dan naartoe? Naar huis. Nee. Ja, nee. Waar wil je naartoe met vakantie? Waar wil je naartoe met vakantie, sissie? Dat maakt me niet uit. Jij wil iets vragen. Wil ik wat vragen? Nee. Nee? Nou, zeg dat maar. Shit! Ik wilde je nog tellen, maar het is beter van niet. Als ik je stem weer hoor, doet dat mij zo'n verdriet. Is dit echt ons einde zoals jij het ziet? What did Barbara Streisand say to Johnny Osmond? Now he's a star with all... No, nervous. What did Barbara You're say? You're making me very nervous right now, Marco. What did what? Marco? I'm Carlo. Oh, Carlo. Vraag jij je nu af wie er zit te kijken? Nou, deze mensen toch? Ik denk mensen met een zonneallergie, die zijn binnen gebleven. Mensen die echt niks beters te doen hadden vandaag. Ik zie, het is echt zulk mooi weer. Hey, maar ik ben blij dat er nog mensen zijn die kijken. Aan de ene kant hadden we zoiets van, nou, het moet gewoon wel kunnen. Want jullie zijn echt zo... En die maken echt wel een tering zo. Ja, maar jij bent ook wel heel raar, deze uitzending. Ik zie het gewoon. Ik maar jij zit gewoon met je hoofd in die boom. En dus... Jongens, als jullie nou gewoon... Wij vertellen gewoon. Maakt niet uit, ik wil het niet. Ja. Ze vroegen over die manwijven waar nou die brief heen moest. Maar we hebben geen adres. Nou, wij zo krijgen we toch niet meer voor de netten, mijn volks. Ga nou eens een beetje... Nee, je moet gewoon op de site kijken. En daar staat dan hoe je je kunt opgeven. En er heeft er nog iemand gebeld. Nee, rustig, rustig. www.liveandcooking.nl Waar zijn die uien? Maar luister, het gaat erom, kijk, dit zijn natuurlijk hele mooie beesten. Maar jij, wat een chaos. Maar het gaat erom, stel ik heb een kanarie, die kan een salto. De crab chowder, die vind je in Fisherman's Wharf heel veel in San Francisco. Wat doe je? Hoe vond je dat? Ik pak hem bij de Kom op. Even zoeken. Wat zijn we weer professioneel? Hou op. Nou, we zijn genomineerd voor een sterretje en we zitten elkaar te deppen en we weten niet meer waar we zijn. Nou, daar gaan we hoor. Op voor de ster. Alleen bestellen. Wij zitten vreselijk te lachen. Hou op. Het is doodstil hier, het is zo pijnlijk. Nou.
Arie, waar kom je eigenlijk vandaan? Nee. Arie, waar kom je eigenlijk vandaan? Nee. Arie, waar kom je eigenlijk vandaan? Nee. Dat is een goede vraag. Nee. Arie, waar kom je eigenlijk vandaan? Jij zegt dat ik niet lekker beter ben. Arie, waar kom jij vandaan, Arie? Vertel het! Nee. Waar? Judith! Nee! Waar kom jij? Waar kom jij eigenlijk vandaan? Jij slaat zo. Goeie vraag. En mevrouw Elisabeth Bierens de Haan op de Segway. Voor de mensen die net pas inschakelen. Ja. Dit is een schitterend futuristisch ding. Nou, jij, Miss Glamour. Goed zo, hoor. Lekker bij een Italiaans boerin die zegt tegen jou... Capartecamenti fretti op, hè. En jij, ja, maar enig. Oh, die cultuursnuif op die lucht. Ja, snuif op. Ja. Nee, ik vind het echt leuk. Nou, je stond erachter en toen moest ze zo lachen. Dus ze zegt, ik heb in mijn broek geplast. Moet iedereen dat nou weten? Dat was toch een grap of niet? Nee, helemaal geen grap. Dat is een live opzender. Ik kan me nu toch ook niet verschoon. We gaan er even tussen... Oh, ik denk, wie loopt er nou langs? Maar dat is Carlo. Dat is logisch, want jij doet ook dit programma. Nou, welkom terug bij Live & Cooking. We gaan het gewoon eerlijk zeggen. Ik zie er misschien ineens heel verdrietig uit, maar dat is het niet. Ik heb een vrolijk paasgevoel. En ik heb misschien... Een vrolijk paasgevoel? Misschien... Je bent kapot, ben je. Nee. Ik eet je jong en mooi. Daar gaan we eens van zeggen. Mag ik deze even hallo, Rudo. Hallo. Irene, doe maar even. Fijn dat je er terug bent. Eet je jong en mooi. Dames en heren, wij willen onze verontschuldigingen aanbieden. Ja. De eerste uur was iets te rommelig. We hebben ontzettend op ons kop gekregen. Mijn moeder heeft gebeld. Ze vindt het afschuwelijk. Mijn vader ook. Ze vindt je echt werkelijk zo verschrikkelijk. Jij bent ontzettend irritant geweest. Dus ja, we beloven beterschap. We gaan een rustig... Een rustig zijn, toch? Pas op, hè? Zwangere vrouwen doen het altijd goed. Oh! Oh! Nee! Nou, dit is hem. Bedankt! Ja! Wat heerlijk! Nou, voordat het hier helemaal een grote puinhoop wordt... Worden hier... Nee. Denk aan mag ik jou één keer? Nou, mag ik bij jou één keer? Dan ga ik daar staan. Nee, het is te spannend. Is jij één keer? Wacht, we gaan naar de reclame. Ja. Als zij klaar zijn. Oh, nee! En dit lijkt me ook een moment om even het team van Live & Cooking... wat echt vierkante ogen heeft gekregen van het spotten van de afgelopen 5 jaar... onder aanvoering van Martijn, even hartelijk te bedanken. Want het is echt, het is echt een hele klus geweest. Maar het is enig om weer terug te zien. Wat jij? Ja, hartstikke leuk. Vind je het ook leuk? Ja, ik vind het geweldig. Hoe gaat het met de happen? Nou ja, heel goed. Ik ben een beetje ook wat bruschettas aan het maken tussendoor. Eentje wil ik heel graag laten zien. Dat heb ik ook op de Libelle Zomerweek, of vorige week gedaan. En dat is eigenlijk hartstikke simpel. Met een bakje huttekezen. Wat in Amerika ook heel veel gebruikt wordt. En ik heb het zelfs ook in Texas een keer gegeten. Dan kreeg ik het bij de barbecue. Dus dit, mensen, hoeveel het ook is, dit gaan jullie onthouden. 1 kuipje huttekezen. Zeg maar 2 delen huttekezen. Gaat 1 deel lenteuitjes op. Een deel pekanoten. Ja, pekanoten, omdat die ook Amerikaans zijn. En wat gewelde rozijnen. Dus rozijnen, pekanoten, lenteuitjes. Dat zijn ook weer gewelde rozijnen. Oh, dat is heel goed. Dat is, rozijnen zijn vaak wat droog. Rozijnen zijn gedroogde druiven. Mm-hmm. En door ze even op water te zetten, suiken ze zich vol en zijn ze niet zo droog. Wordt het weer bijna een druifje? Ja. Bijna wel. Als je dat door elkaar mengt, Ren, dit is een verrukkelijke barbecue salade. Okay. Als je dit bij je vlees doet op de barbecue, is het blijft een anders? Dag mooi. Niet aanlengen met niks, helemaal. Ja, kijk, wat ik eigenlijk wil doen is gewoon zo ook op een stukje toastbrood, wat ik met olijfolie heb geroosterd. En dan daar zo
De bruschetta's vullen hiermee. Dat is verrukkelijk. Ja, het enige wat ik dan nog wil doen is overal. Ik heb witte bonen in olijfolie aangemaakt met sla. Mm-hmm. Ik heb asperges. Dit is natuurlijk heel lekker. Kalfsvlees met een tonijnmayonaise. Mm-hmm. Het staat allemaal op de site. Ja, allemaal. Bijna allemaal in het kookboek ook. Voor als je binnenkort een verjaardag of een feestje beetje of wat olijfolie te vieren eroverheen. Hebt. En dan vooral ook over die bonen, want anders dan zijn ze te droog. Yeah. Ja, en dat maakt de bruschetta's helemaal af. Nou, het ik ga nog even door. Ik ga gewoon de tijd vullen. Ja, nee, ik vind het gelijk. Maken. Ja, okay. Want we hebben een hoop eters vandaag en ze verwachten allemaal. Maar dankjewel, Rudolf. Ja. En dan is het nu tijd voor de Clamor Awards. Hier zijn de genomineerden. Daar gaan we mee. In de categorie Clamor zijn genomineerd Marijke Helwegen. Glennis Grace. Patricia Pai. Gerard Joni. En de laatste genomineerde, Connie Breukhoven. De Life and Cooking Awards. Ja. In de house vandaag, Glennis Grace, Marijke Helwegen, Gerard Joling. Patricia kon niet komen, ze heeft wel gebeld. En ze doet ons de hartelijke groeten vanuit Londen. En dat is natuurlijk hartstikke lief. En ze zegt gefeliciteerd. Dankjewel Patrice, want wie weet kijk je wel. En Connie zou wel komen, maar heb ik nog niet gezien. Maar dat zien we vanzelf alweer. Ja. Carlo, hoe zit het daar aan tafel? Hanna Tokki moest afzwemmen, dus die kan helaas niet. Ja, die was ook niet genomen. Nou. Gerard, ook weer een ander setje aan. Wie maakt al die kleding voor je? Dit is Prince Charming die dit heeft gemaakt. Nou, dat is heel charmant. Marijke, ook genomineerd voor deze Glamour Award. Wat is glamour voor jou? Opvallen met een stukje klassiek gedrag. Dat gaan we noteren. En de beste zangeres van Nederland in mijn ogen, Glennis Grace. Wat is glamour voor jou? Gewoon jezelf zijn. Zo. Normaal doen. Dat zeg ik ook. Ja. Nou. Straks jouw nieuwe single, maar eerst deze categorie. Overigens, Connie Breukhoven zou hier zitten samen met Patricia Pai. Patricia Pai heb ik gesproken, Irene, jij ook. Die heeft afgebeld. Dat zeg ik net. Dat zeg ik. Ja. Ik kon het niet horen, want je staat namelijk in studio verder. Ja, in studio 6 heb ik net vermeld dat we telefonisch contact hebben gehad. Yes. En hoe het zit met Connie Breukhoven, want daar hebben wij geen afmelding van gekregen. Maakt niet uit. De winnaar, Irene, wie oh wie. Oké. De winnaar van de Life and Cooking Awards in de categorie Glamour is geworden... Connie Breukhoven. Ze is er niet. Maar gefeliciteerd vanuit hier als je zit te kijken. Nou ja. Waar kom jij vandaan? Ja, kind. Stiekem. Wel. Waar kom jij nou vandaan? Uit Zuid-Frankrijk. Ik zou toch nog even langskomen. Nou ja. Wel. Jij hebt je vreselijk verstopt. Ik heb me vreselijk verstopt. Connie, je moet even de microfoon pakken. Je hebt gewonnen. Kijk eens, dit is hem. Wat wil je tegen de mensen zeggen? Ik wil iedereen natuurlijk, zowel de mensen hier als de luisteraars of de kijkers... ontzettend bedanken voor deze award. Ik ben hartstikke trots. Rechtop staan. Ja, maar dan kun je misschien niet horen of dan. Ja, maar dat is allemaal. Ik wil mijn décolleté laten zien. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken. En natuurlijk ook de kijkers, want die zullen ongetwijfeld mee hebben gedaan. Ja, absoluut. En jullie natuurlijk, dat ik de kans heb gekregen om in het programma te zitten... dat ze konden kiezen. Ik vind het ook leuk dat ik een persoon kon uitreiken. Ja, maar het is een verrassing. Hartstikke lief van je. Gelukkig. Nou, dankjewel. En ga je nu weer plaatsnemen? Zou je daar willen zitten? Mijn wens is eigenlijk om jullie een keer wat te vragen. Vind ik ook wel eens leuk. Jullie vragen altijd mij bijna de top van het lijf. Ja. Als jullie een keer wat vragen. Worden wij nu geïnterviewd door jou? Connie Breukhoven. Laten we het hier doen. Laten we het hier doen.